We've come up with the idea of finding a way to thank our supporters and the people to make the spandau kiss. We've worked really hard this season, but it's been very difficult without the fans being there. So to have the spandau kiss and to have all the sort of supports without the fans has been very important for us. And as a way to thank the people that have helped out, we have a little present for them. Ja, voor degenen die de spandoeken hebben gemaakt, hebben we een klein cadeautje. Eerst hebben we twee Zoom-meetings om ze via Zoom te bedanken, omdat die buiten Apeldoorn wonen. Er zijn ook nog vier adressen binnen Apeldoorn en daar gaan we naartoe. Hey, goedenavond. Hi. Zo. Ik wil nou gewoon meteen vertellen. Wij als Dynamo R1 zijnde hebben natuurlijk tijdens de wedstrijd alle sponsors, nee, ja, alle sponsors en alle spandoeken langs het veld. Wij hebben begrepen dat die een uit Friesland voor jou was. Ja, klopt. Dus daar zijn wij hartstikke dankbaar voor. En daarvoor komt straks jouw kant op een klein kleinigheidje met een bidon, een paas, haas en dat was het. De En de, oh ja, en de handtekeningen. Oh, wat leuk. Dat Nou, komt wat jouw lief. kant op. Dankjewel. Hoi. Goedenavond. Oh, we horen Hallo. je niet. Wacht even hoor. Oh ja, Ja. sorry. Ja, nu horen we je. Ik ben heel onhandig in die Ah, maar het dingen. is gelukt. Het is gelukt. Ja, het is gelukt. Het is gelukt. Pas op, Nathan gaat beginnen. Dus je moet even switchen naar Engels. Ja, en ik kan helemaal geen Engels. Dat is echt heel erg. Helemaal niet? Ik heb Nou, weer in geen. Nederlands. Ga jij het in Maar Nederlands proberen? ja, maar ja, ook pas op. We wel even. Even, grote bedankt voor jouw. Spandoek. Voor die spandoeken. Ja, helaas zonder fans, zonder publiek, is Ja. moeilijk te spelen. Maar Snap ja, ik. met de spandoeken, Maar het jij is. spreekt al goed Nederlands. Nee, het Ik is, vind ik moet ja, het goed. denken. Ik vind het goed. Maar met de spandoeken, het is. We get a little support. Ja, het is Ja. hard ergens in Duits. Ja, dan voelen we toch de support nog van de fans. Dus. Ja, precies. Nou, wij hebben het met plezier gedaan, want normaal gesproken komen we natuurlijk zoveel mogelijk kijken. Maar dat zit Ja. er helaas nu niet in en dat is vooral voor jullie jammer. Ja. Dus vandaar dat we onze energie in het spandoek gestoken hebben. Ja, nee, klasse. Maar vandaar dus dat we jullie willen bedanken om toch de Ja, moeite in te toch? stoppen. Ja, geen En als dank. bedankje krijgen jullie een klein pakketje, een paaspakketje. Met de bidon en Ah, paashaas. Met oh. Oh, wat lief. paaseitjes erin. Super lief. Was niet nodig, maar hartstikke En lief. handtekeningen van de spelers. Kijk, ook dat nog. Dus dat komt zo meteen straks snel jullie kant op als bedankje. Oh, dat komt gewoon goed. Nee, helemaal goed. Ja, we zien ons cadeautje wel tegemoet dan. Ja, ik neem aan dat zo snel mogelijk die kant op komt. En Ja, heeft geen haast. Nou dus ja, zou ik jullie in ieder zeggen, geval geniet ervan. als team in ieder geval heel veel succes nog. En we hopen Dankjewel. natuurlijk op het landskampioenschap, hè? Daar gaan we voor. You get it right, what she said. Good luck and hope to win the cup. Klasse, Ja, yes. Hij verstaat beter Nederlands dan dat hij het spreekt. je treft net de verkeerde, want ik ben zo slecht in Engels. Daar ga ik jullie niet mee lastigvallen. Ja, Maar nee, goed. klasse zo. Oké, goed zo. Nou, hartstikke bedankt in ieder geval. Ja, jullie bedankt voor de steun. geen dank en jullie vooral heel veel succes. Dankjewel. Dankjewel. En hopelijk tot snel, hè? Oké. Joe, oké. Hoi, hoi. Hoi. Oh,
Jan, like I said. I said I'd come to Jan. That's a talk here training. I said I'd come to Jan. Long time no see. Yeah, long time no see. Yeah, yeah. What is, yeah, thanks for the night for this one, Luke. Yeah, gedaan. We had a, yeah, quite a good out. Leuk. Nou, dank je. Ja. Dank je wel. Wat paas af. Dank je. Leuk. En dan je krijgt ook nog een. Hartstikke leuk. Dank je wel. Dynamo, hè. Dank je wel, hè. Ja, bedankt voor het spandoekje. Ik hoop dat die spandoek op wat jullie doen. Ja. Ja, dus nu winnen. Heel belangrijk. Ja, en we tenminste nog iets om naar te kijken als het goed is. Ja, wij zien natuurlijk bijna niet op televisie. Je kunt bijna niet zien wat erop staat. Nee. Dan moet je echt in de hal staan, hè. Ja. Weet je echt. En Wouter. Ja, Wouter van Zuren heeft het ook. Ja, toch? Oké. Okay. Dat is ook zijn verdienste. Ja. Nou, hartstikke leuk jongens. Top. Op naar de volgende wedstrijd. Zeker. Tot, gaat hij weer. Voor de paasactie. Heeft u de paasaier gevonden? Die heeft de paasaier. Niet. Yeah. Hoeveel denken jullie dat erin zaten dan? Nee, ik dacht 301, maar papa heeft iets meer gedacht. Hoeveel zaten erin? 392. Oh. En we hadden twee winnaars. Eentje van 390. Oh, ja. Maus, Smeets. En nou ja, 394. Oh, ja, goed, 394. Je moet een rondje maken. Ja, dat is een rondje. Ja. We zijn wel een stukje lichter nu na deze. Dus geniet ervan. Yo. 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 Ja, het is een spandoekje gemaakt voor ons, ja. Volgens mij. Dan krijg jij een cadeautje voor ons. Dankjewel. Ja, het is fijn om een spandoekje te hebben, want we hebben natuurlijk geen publiek nu. Nee. Dus we hebben nog wel iets om naar te kijken. Het is altijd leuk dat mensen ook nog dat voor ons doen. Ja. Dus bij deze dit voor jou. Dankjewel. Alsjeblieft. Jullie allemaal. Ja, graag gedaan. Jij bedankt vooral, hè? Ja. Ja. En voor ons is het natuurlijk ook jammer dat we zonder publiek moeten spelen. Ja, echt jammer. Ja, ja, we zijn het ook zo jammer dat we niet kunnen komen kijken. Dus we vinden het echt heel leuk dat Quinty nog commentaar geeft. En dat we dat gewoon online kunnen zien natuurlijk. Dus ja, dat vinden we super. Dus nou, geniet ervan. Ja. Heel veel succes jullie nog natuurlijk. Hè? Dankjewel. De laatste paar wedstrijden en lopen. Nou ja, we schreeuwen jullie hier vanaf de televisie. Ja, de overwinning. Mooi, dankjewel. Ja. Ja. Nog een fijne avond. Yes. Ja, jullie ook. Dankjewel. Dag, hè. Ja. Hoi. 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 Moeten de honden niet nog... Hoe heet hij? Nathan. Ja, ja. Die weet ik wel. Jawel, die weet je wel. Jawel, die weet je wel. Nou. Een van Joris. Ja. Hey. Oh, Joris. Ja, Joris van achter. Berghout. Oh, wat leuk. Oh, ja. Oh, wat leuk zeg. Oh, oh, wat prachtig. Nou, je staat er niet goed op? Ik ben de camera aan het versieren al. Ja. Nou. Dacht ik al. Hey, het is een cadeautje voor de spandoek. Ja, leuk. Ja, geweldig. Hoe hebben jullie nou gemaakt? Vier? Zeg je? Hier op zo'n boog. Ja, helemaal alle kamer leeg gemaakt. En een heleboel, ja. Vier en gemaakt. Zeg je? Vier. Op jullie Lego zolder. Ja. Op jullie Lego zolder van vroeger. Ja. Ja. Oké. Okay.
Wie zijn Kobijn? Ja? Wie zijn Kobijn? Geniet ervan. Ja, gaan we doen. Thank you very much. It is nice to meet you together. Ja. Hi supporters, bedankt voor jouw support. Ja, ja, het is heel belangrijk. En we hopen de Becker en finale winnen. Yes, yes. Zoals Nathan al zei, we hopen de bekerfinale en de playoff finale te winnen. En heel erg bedankt dat jullie onze streams kijken en ons online volgen. En we hopen dat uiteindelijk weer gewoon een normaal publiek, echt publiek, kunnen gaan volleyballen. Alle supporters, bedankt.